een beetje in zijn kont. Daar blijven. Hallo vriend. Nou, daar is hij eindelijk weer, onze grote vriend. Eindelijk komt hij weer in de video. Nou, jullie zien allemaal dat hij eigenlijk heel goed uitziet, dat hij heel goed doet. Hij is gezondheidstechnisch niet helemaal fit genoeg om weer zware wedstrijden te doen. Dus we doen hem lekker op een wat lager pitje trainen en rijden. En vandaag gaan we weer eindelijk iets heel spannends doen. Dus buiten Sjappie, die eindelijk weer in de video is, waar jullie zo lang op gewacht hebben, komt er nog iets in de video waar jullie heel lang op gewacht hebben. En dit keer zonder te lachen, want het gaat, we hebben stiekem een klein beetje geoefend en het gaat echt heel goed. En dat willen we graag met jullie delen. Dus ik roep de tweede personage van deze video even in beeld. Nou. Ja, volgens mij is mijn beurt dit keer, hè? Ja. Ja, dus ik ga vandaag weer paard rijden, soort van paard zitten. Nee, niet een soort van, we hebben stiekem een beetje geoefend, het gaat echt heel goed. Dus we gaan... Nog niet sneller naar een draf, maar... Nee, oké, maar dit is Sjappie, dus we kunnen gewoon rustig in een rustig tempo weer mee trainen. En zorgen dat alle basisdingen goed gaan. En dat je toch beter nog de techniek onder controle krijgt, zodat we rustig richting verdere stappen kunnen trainen. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Oh, wat zat er onder het zeiltje? Het was een paard. Dat is dan niemand. Lekker is jou. Het is wel spannend om een veilige plekje achter de camera nou weer op te geven. Ja? Ja. Ja, maar ja. Het is wel goed. Een beetje uit je comfortzone. Laten zien aan de mensen wat we getraind hebben de laatste paar weken. Ja. Ik heb wel zin in eigenlijk. Ja, ik ergens ook wel. Ergens ook helemaal niet. Het komt vast goed. Zeker. Ik kan vast niet elke video van de paard afvallen, toch? We waren natuurlijk een klein beetje op zoek naar sensatie. En dat hebben we misschien niet helemaal goed gedaan. Maar het was wel gelukt. maar het was niet de beste aanpak. En kijk, Sjappie is natuurlijk chill, vertrouwd. Dus daar kun je gewoon in de ontspanning veel op leren. Bro, hoe lang ken ik Sjappie nou al? Ja, al sinds je bij mij bent. Veel? Ja, dus en je hebt er bij mij thuis wel eens op gereden. Dus ja, dat is toch een ander verhaal, hè? Ja. Ja, ik denk al 8, 9 jaar nou. Ja. Is Sjappie al zo oud? Sjappie is 13. Zo. Ja, 9 jaar. Nou, lang kan het niet. Nee. Hij was 4 toen hij kwam. Ja, 13 is hij. Hij is sinds zijn 4e bij ons. Dus ja, 9 jaar kan precies. Ja. Ik denk dat ik 17 was ongeveer toen ik. Ja, zoiets.
Dat zijn jouw woorden. We all did. Wel een beetje omgekeerde wereld, hè? Jij gaat paard rijden en ik zadel op. Ja. Maar zeg maar, ik wil zeker weten dat ik er niet weer vanaf kukkel. En als ik hem ga opzadelen, denk ik dat dat wel de case gaat zijn, zeg maar. Dan zou ik echt een single vergeten of zo, weet je wel. Ja, gewoon helemaal niet. Het zal er iets mee vallen, want dan zal ik wel een keer ingrijpen. Als het echt zo erg is. Nou, even een side note. We hebben wel wat geoefend. Ik vind het nog steeds best wel spannend dit. Jor? Nou, ik vind het ergens best nog wel spannend dit. Ja, maar dat komt helemaal goed. Ik bedoel, je kent Chappy. Ja, dat is zeker waar. Chappy is natuurlijk Chappy. Dus dat Chappy is gewoon geweldig. En ik heb hem voor je opgezadeld, dus het moet goed komen. Dit komt gewoon helemaal goed. Ik denk dat je rustig je cap op moet gaan doen en dat we gaan beginnen met paardrijden. Ja. Ja, laten we dat gaan doen. Top. Nou ja. Ja, ja. Kom maar, ja. Ja, ben je niet goed. Heb je wel die met jouw maat gemaakt? Mijn maat, de kindermaat. Ja, dat is eerlijk op jouw maat, dat zeg ik dan. Die armen heb plak. Saai handen. Ja, check. Ah, ik denk dat het goed zit. Ik zal nog één gaatje aan. Het is wel fijn als ik blijf zitten. Ja, één hangen. Prachtig zitten. Ja, ja. Goed zo, rustig, rustig lichtje. Zo, dan kun je weer rustig je handen naar voren doen, dat je weer lichtverbinding kan zoeken met de vleugel. Goed. Ademhalen. Dat is wel een goede tip, ademhalen. Heel goed. Echt credits aan de cameramensen dat ze gewoon stil kunnen lachen vandaag. Ben je klaar voor? Nee. Maar je moet meer hier bezig zijn. Je bent met alles bezig, behalve met wat we hier aan doen. Ja, ik probeer mezelf even af te leiden. Vind je leuk? Nee, ik vind wel leuk dat het goed. Ik vind het al zenuwachtig. Ah, nee. Ik probeer ergens een beetje iets van. Ga nog even een klein stukje eraan. Ben je klaar voor? Ja. Kijk, mooi naar voren. Goed, en dan kom je rustig gaan zitten. Ga maar zitten in het zadel en dan ga je stappen. Juist! Pak je het zo ietsje op maat, doe je nog één keer aandraven en weer terug. Alleen om te leren dat je naar voren kan en terug. Goed zo! Juist! Ga je rustig zitten. Nou, lekker uitstappen. Goed gedaan. Oeh. Belangrijk is voor de rest van deze lessen, heeft er nog iemand thuis een vol kratje bier staan, stuur hem op naar VVV. Wat een nieuwe. Nee, maar je hebt hartstikke goed staan. Je houding is een stuk beter. Natuurlijk moet je nog zoeken naar de balans in de trap, maar dat is niet zo gek, hè? Weet je nog hoe je moet afstappen? Ja, jij houdt hem stil. Ja, ik kan stil. Nou, dan voorzichtig, dat je niet te pillen naar. Goed zo. Goed. Dan geef je Chappie een grote knuffel, dat is lief voor je geweest is. Ja.
Nou, we hebben het overleefd. Hè, Sjop? Ja. Kom even. En het is belangrijk dat je wel contact met hem blijft maken. Zit. Het is eigenlijk best een serieuze opmerking dat je een beetje contact met hem moet maken. Ja, daarom praat ik tegen. Ja, maar maak contact. Zit helpen. En dan doe ik dit af en wat doe jij dan nog? Deze. Hoe heet dat? Het halster. Heel goed. Ja, die kun je wel vast laten zitten, want dan staat hier mooi vast. Ja, dat was ik niet aan het doen. Vang hem! Kom hier! Ja! Wilde dagen. Dat is wel een stoepje. En dan kun je hem ook aan de andere kant vastzetten. Goed maar. Goed zo. Het is wel een mooi kleurtje voor jou, hè, die logeerlijn. Prachtig, roze. Maar in ieder geval, moet je misschien nog een klein beetje uitleggen waarom je joppers en je chips niet aan had. Omdat het een beetje een spontane actie was. En ik ze dus niet bij me had. Zo simpel kan het zijn soms. Ja. Dus Jordi werd al helemaal boos dat ik niet bij me had. Nou, niet helemaal boos, maar het is voor de veiligheid wel beter als je het wel hebt. Dus de volgende keer doen we weer met chips en joppers. Ja, precies. Want dan bedenk ik ook van tevoren dat ik ga paardrijden. Heel goed. Dan pak je deze mooie borstel. En dan doe je even op de hals en de plekken waar het zadel zat, doe je even een beetje borstelen. Daar zat geen zadel. Die kun je ook dichtmaken, hè? Niet iedere keer aan de kant gaan staan. Ik denk jij doet het wel. Ik weet dat je graag op de reservebank zat bij voetbal, maar dit is een ander sportspelletje. Nou, mooi ingepakt. Ik ben trots op je. Goed gedaan. Thanks. Heb je loslaten? Ja, we gaan weer eens afsluiten. Dan ja, pas, breng hem door. Ik denk we brengen hem eerst terug naar de wijk. Ja, ik ben trots op je. Heb je echt goed gedaan. En je houding was een stuk beter. Je had zelfs verbinding met de mond. Je kon een beetje zelf sturen en terugrijden. Hele vooruitgang. En ja, ik ben natuurlijk trots op jou. Want jij weet precies wat er gevraagd wordt. En een beetje meer. Precies. Nou, ik heb in ieder geval heel veel lol gehad. Ik ook. Ja. Vond jij dit nou net zo'n leuke video als wij? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te subscriben. En laat een reactie onder, achter hieronder wat je ervan vond. Deel het vooral met je vrienden. En dan zien we jullie graag de volgende keer weer. Houdoe. Doei doei. Zo, nou Roland is weer terug op de plek waar hij hoort. Achter de camera. En we zijn blij dat hij eindelijk weer grasjes mag eten.